Met jouw skills kun je meer dan je denkt. En om dat te bewijzen, laat Randstad mensen ervaren wat de mogelijkheden zijn met hun skills. En zitten ze, voordat ze het weten, in de Randstad Hijack. Vandaag overvalt Lonneke Don, 28 jaar, barista van beroep en dus dagelijks verantwoordelijk voor het maken van een glimlach met een vers gezette bak koffie. Hij denkt vandaag alleen langs te komen voor een oriënterend gesprek bij Randstad. Zou je allereerst iets over jezelf kunnen vertellen? We hebben Don vooraf verschillende Randstad-tests laten maken om te onderzoeken wat zijn skills precies zijn. Ik doe mijn werk met veel passie. Ik ben ook echt mensenmens. Ik doe het altijd met een glimlach. En als mensen weggaan, is het topjongen. En op basis van die capaciteiten neemt Lonneke hem direct mee om hem twee verschillende banen te laten ervaren. Hey Don, je zit al een Randstad uitje. Hey. Heb je hoogtevrees? Niet echt. Je weet hoe we gaan, hè? Ze vliegen eerst naar het Miele Experience Center in Vianen. Om klanten kennis te laten maken met hun producten worden hier onder andere kookworkshops gegeven door topchefs. Om te ervaren hoe de diverse keukenapparaten werken en wat je er allemaal mee kunt. Jij bent barista. Dat klopt. Betekent dat jij qua skills goed zelfstandig kan werken. En twee, mensen altijd een glimlach op hun gezicht bezorgt. Zoals deze. Jij bent hier gastvrouw tijdens kookworkshops. Wat is daar zo leuk aan? Dat je gezellig met de mensen aan het werk bent en zorgt dat ze het naar de zin hebben. Don die gaat jou daar vandaag bij helpen. En aan jou de taak om ervoor te zorgen dat die workshop dus soepeltjes verloopt. Hele goedemorgen, welkom in Miele. Kom je voor de kookworkshop? Je kunt plaatsnemen in ons lounge. Nou, iedereen begint wel te glimlachen als ze jou zien, dus dat is goed toch? En hoe doet hij het tot nu toe? Nou, hij is wel heel aardig en hij loopt vlot door. Dus ik denk dat de dag goed gaat verlopen. En worden jullie een beetje goed verzorgd hier? Ja, zeker. Ik wil drinken aanbieden. Lekker. Beetje onder controle. Zeker, leuke mensen om me heen. Iedereen is nu lekker druk bezig. Er zijn er drie gangen aan het maken met z'n allen. Er wordt straks helemaal smullen. Het ging goed, toch? Zeker goed. Ik heb een beetje rondgevraagd. Iedereen was echt tevreden. Ik vond het echt leuk. Ja. Nathalie, heel erg bedankt voor vandaag. Jij mag je schort inleveren. Want wij gaan naar de volgende baan. Het eerste deel zit er natuurlijk op. Ja. Heb je een beetje zin in baan nummer 2? Of zeg je van na 2? Ik ben even weer rust. Als er één sector is die goed loopt in Amsterdam, dan is het wel het toerisme. En laat die glimlach daar nou ook echt belangrijk zijn. Ik heb voor jou geregeld dat jij gids wordt op een rondvaartboot. Oh, vet! Wat maakt jou nou een goede gids? Het eerste is natuurlijk belangrijk dat je goede kennis hebt, maar dat je ook vriendelijk bent naar de mensen. Okay. Ik hoor wel allemaal dingen die jij wel kan als barista, toch? Je bent gastvrij, je maakt mensen tevreden, blij. Nou, dat moet helemaal lukken. Zo jongens, zijn jullie er klaar voor? We gaan beginnen! Dames en heren, welkom. Mijn naam is Don en ik zal vandaag jullie begeleiden door Amsterdam. Nu aan uw linkerkant ziet u het Rijksmuseum. Daar bevindt zich de Nachtwacht, de meeste schilderijen van Rembrandt en andere 17e-eeuwse schilderijen. Amsterdam heeft 1800 bruggen. Dat is meer dan Venetië. Dat is zwinkt als gek. Vind je dat Don het doet? Ja, dat doet het heel goed. Hij is wel gezellig, ja. Helemaal leuk. Ja, en hier ziet u een gebouw met bakstenen. Aan de andere kant ziet u een gebouw met natuurstenen. Bakstenen, dat was goedkoop. Dat kon je in Nederland maken. Maar natuurstenen kon je niet in Nederland maken. Dat haalde van buiten. Daarom moet je dan voor zokstenen steenrijk zijn. Nou, ik vind hem steengoed, toch? Nou, je dag zit erop. Je hebt nu twee banen gedaan. Een beetje geproefd wat je allemaal kan met jouw skills. Heeft het jou nou ook geïnspireerd om wat verder te gaan kijken? Ja. Wat vond je nou het leukste van deze twee banen? Ik vond het rondvaart het leukste. Want je bent echt met mensen bezig en je geeft ze gewoon echt oprechte informatie over Amsterdam. Dat is gewoon heel leuk. We zien maar dat je met jouw skills, dat was zelfstandigheid en een glimlach maken, nou dat je dus daar veel meer dingen mee kan doen. Dat heb je ook goed gedaan. Hè? Ja, leuk. Dat vind ik wel. Dit was Randstad Hijack voor deze keer. Ik ga weer door naar de volgende kandidaat. Abonneer op het kanaal. Zet je